Een ondernemer moet zich rekenschap geven van het feit dat als hij over de grens actief wordt, dat hij met andere spelregels wordt geconfronteerd dan degene die, waar hij mee vertrouwd is op zijn eigen thuismarkt. Je kan als ondernemer de afweging maken, begin ik met een aparte dochteronderneming in het buitenland of begin ik toch maar vast met een vaste inrichting. En er zijn een aantal fiscale, maar ook een aantal niet-fiscale invalshoeken die daarbij belangrijk kunnen zijn. Misschien beginnen met de fiscale, waarbij je vanuit de Belgische wetgever, de aanloopverliezen die je maakt in je vaste inrichting in Nederland, mag je aftrekken van je Belgische winst. Dat is toch nog een attractief voordeel ten opzichte van een dochtervennootschap. Een mooi voorbeeld van een klant die wij gezamenlijk bediend hebben, is een meubelfabrikant uit België. Die eerst alleen maar op de lokale Belgische markt actief was. De markt raakte daar wat verzadigd en ging over de grens heen kijken. Op dat moment stuurt hij met wat reclamefolders, zeg maar, een van zijn werknemers op pad en zoekt afnemers, grote meubelzaken, speciaalzaken waar je de producten mogelijk zou kunnen verkopen. En het is dan in de eerste instantie beperkt gebleven tot een vriendelijk bezoekje, productpresentatie, en die man is gewoon 's avonds terug naar huis gekeerd. Vervolgens ging het bij deze ondernemer toch wat verder. De bezoeken aan Nederland die werden een vrij groot succes. Men ging een kantoortje betrekken. Men rolde in de Nederlandse papierwinkel. En op dat moment belde Hubert van BDO Antwerpen mij op om te zeggen van we hebben hier een zaak en hier moeten we dingen gaan regelen voor deze onderneming. Dan kan het zijn dat er in Nederland een belastingplicht ontstaat, waardoor we de klant moeten gaan wijzen op het feit dat hij misschien in Nederland aangifte moet gaan doen. En dan is Wilbert in actie geschoten in die zin dat hij voor die Belgische cliënt alle, zoals hij ook zegt, de papierwinkel in orde gebracht heeft om te zorgen dat die Belgische ondernemer zich volledig kan focussen op zijn business en zich geen zorgen moet maken om de formaliteiten die nu eenmaal gekoppeld zijn aan het feit dat hij over de grens is beginnen werken. Ja, en dan gaan wij als BDO Nederland natuurlijk aan de slag. We gaan de klant ontvangen, we gaan bespreken, we gaan kijken wat hun wensen zijn, wat hun gedachten erover zijn. En vervolgens gaan we de zaak ook gewoon regelen. Die ondernemer die wil hier gewoon ondernemen in Nederland. Die wil niet allerlei narigheid over zich heen. Die wil netjes aan de regels voldoen. Een ondernemer die internationaal gaat opereren, dus een Belgische ondernemer die over de grens gaat en die de zaken dit niet goed gaat regelen, ja, die loopt het grote risico dat hij door de Belastingdienst op enig moment toch bezocht gaat worden. En het is met name die boete die het voor een ondernemer zo ontzettend vervelend kan maken als hij zijn zaakjes niet goed onder controle heeft. De samenwerking die wij met BDO in België hebben, die is goed. Er wordt heel veel samengewerkt op allerlei vlakken. Op het gebied van vennootschapsbelasting, op het gebied van loonbelasting, op het gebied van BTW. Die samenwerking is heel belangrijk, omdat als dat niet zou gebeuren en we zouden het vanuit één hoek maar bekijken, dan help je die cliënt niet vooruit, omdat die dan vroeg of laat toch wordt geconfronteerd met een fiscaal of een ander probleem in het andere land. En dan moet je het altijd veel beter voorkomen dan genezen. Dus als hij op voorhand weet waaraan zich moet houden, welke spelregels belangrijk zijn alvorens hij op de markt komt, dan wordt er heel veel leed voorkomen.